Mensen, hartelijk welkom bij de allereerste podcast van Schijndel uit de Kunst. Het is een verdiepend gesprek over kunst, ambacht, meesterschap, maatwerk, over het liefde en het leven. En ik vind het hartstikke leuk dat hij ja heeft gezegd, want voor mijn allereerste gast heb ik een schrijver, redacteur, journalist, hij is vader, hij is schilder, auteur, noem het op, te veel titels om nu op te noemen. En ik vind het zo leuk, hij is een bekende schijndelaar en hij heeft ja gezegd op dit verdiepende gesprek. Hartelijk welkom Gerard Bühne. Dankjewel. Hartstikke fijn dat je er bent. Ik vind het ook leuk om hier te zijn, om een keer te praten over andere dingen dan over in het verleden over politiek en kranten, hoewel dat ook heel leuk was, moet ik zeggen. Ja, want we zitten hier op een bijzondere plek. Deze podcast wordt opgenomen in de raadzaal, in het raadhuis in Schijndel. En dit is voor jou, want ik mag jou zeggen, ook wel een plek met geschiedenis. Ja, ik heb hier 25 jaar gezeten om verslag te doen van de raadsvergaderingen en inspiratie op te doen voor mijn column van Willem de Geest. Oh ja, nu raken we verschillende onderwerpen aan. Willem de Geest was natuurlijk de schrijver incognito. De columns waarvan niemand wist wie de auteur was van die... Bijna 25 jaar goed gegaan, ja. Echt waar? Helemaal. Van 1988 tot 2013, ja. En hoe ging dat dan? Zat je hier in de raadzaal? Ik schreef gewoon... Maar je werd wel toegelaten in de raadzaal. Ja, en goed, men wist dat niet. Nee. Dus je zat met onder een andere titel hier. Ik zat gewoon als redacteur van Schijns Weekblad hier. Oké. Okay. En ik pakte ook nooit dingen die ik hier hoorde eigenlijk. Ik pakte altijd dingen die gewoon in de openbaarheid kwamen. Daar was de inspiratiebron. Het Brabants Dagblad, De Los, noem maar op. En gewoon mensen die ik tegenkwam. En nooit eigenlijk van dingen die ik hier oppikte. Daar kwam er wel weer aandrang op de een of andere manier, maar... Ik denk dat het een van de weinige dingen was die de Schijndelse bevolking verbond met de politiek, want die band die was heel dun. Oké, dus door een beetje stoute verhalen of in ieder geval... Nou, daar viel eigenlijk wel mee. Nou, waarom was het dan nodig om incognito te blijven? Ja, dat hoefde niet per se, maar zo was het begonnen. En ja. Piet van der Wiel in de tijd, de vader van Poeskas, die vond dat leuk en die zei, ga maar door zo. Dat is een goed idee. Dus er waren wel mensen die ervan wisten? Nou, er waren misschien 3. Oké. En die wisten het ook niet zeker. Maar hoe, en er werd steeds gepubliceerd in het Schijnskrant. Ja, Poeskas gaf mij helemaal de vrije hand om te schrijven wat ik wilde. Ja. Hij zei, jij schrijft die krant maar vol en ik zorg voor de centen, klaar. Kijk. Dat was heel simpel. En als we al met z'n allen nu nog eens naar dat bestuurlijk niveau zouden gaan, dan zou de wereld heel anders eruit zien. Dat weet ik zeker. Dat begrijp ik. Zo'n werkgever heb ik nooit meer gehad. Nee, nou mooi, dierbare herinneringen hebben we al... mooi aangeraakt. Ja. En dan werd de Schijndelse krant, die werd dan gedrukt en daar gingen mensen lezen. En dan liep u over de markt en dan hoorde u dat ze over dat thema aan het babbelen waren. Of hoe ging het? Ja, regelmatig. In de raadzaal ook tijdens de gemeenteraadsvergadering. Oh! Dan werd er gezegd van, hey, Willem die wist het toch weer aardig te vertellen deze week. Hè. En jij stond er niet in, of hij, jij wel. En nooit, oh ja. De mensen vonden dat leuk als ze er ter sprake kwamen. Maakt niet uit hoe, maar... Oh, even zo de kift van jij stond er niet in, maar eigenlijk was je de redacteur van het stuk. En dan heb je 25 jaar je mond gehouden? Ja. Goh, dat was toch wel echt... Was niet zo moeilijk hoor. Nee? Ik heb een keer mijn schoonzus op laten treden voor een radio-interview. Ja. Als Willem de Geest, dan was het een beetje verwarrend. Dan dacht men, waar ik altijd ook zei, het is een vrouw, maar... Oh ja, het is een vrouw, maar dat was niet. En een collega van de Wiel, die heeft het een keer gedaan, een interviewing of een verhaal ingesproken voor de Los. Mm-hmm. Wat ook weer verwarrend was. En in 1971, denk ik, rond 1990 is er een Schijndelse revue geweest die gepresenteerd werd door Willem de Geest. Ja. En er waren 3 verschillende mensen die zich... bekend maakte op het einde van die revue. Och. En er waren steeds andere, dus... Maar nog niet de juiste? Nee. En dus dan kreeg je ook weer allerlei verhalen. Ik had het wel gedacht, hij het was. En ja, ik zou... Daar klopte dus allemaal niks van. En hoe is de onthulling gegaan? Nou, gewoon toen ik met pensioen ging, toen heb ik het erin gezet. En toen? En toen, toen zat ik een keer koffie te drinken in bij Bosbroek. Er stond toen een koffietentje langs het fietspad. En er kwam iemand aangefietst, die ging daar ook koffie drinken en die... dame die erbij was, de echtgenote, denk ik, van de man in kwestie, die zei van, u bent Willem de Geest? Ik zei, ja, dat ben ik. Ik mis u zo, zei ze. Oh. Toen was ik gestopt. Och. Ja. Dat het ging ook altijd door, want of ik nou op vakantie was, ik stuurde vanuit Frankrijk mijn columns op met de fax.
En dat was ja, toen nog, hè? Gewoon, ik bedoel, nu gaan we zitten typen via de iPad. Ik verzond ter plekke iets. Ik heb hele verhalen geschreven over het WK voetbal in de tijd. Ja. Ik bedoel, daar kon je van tevoren in willen, bij wijze van spreken. En ja, dan een beetje koppelen aan Schijndel. Dat ging altijd wel. Dat waren leuke tijden. En dan zei tijdens de vakantie, daar zal het gezin natuurlijk niet altijd in dankbaarheid af hebben genomen. Oh, het papa gezin, eindelijk alleen. Het gezin leed daar niet onder. Nee? Nee, nee, nee. Nee, lezen en schrijven ik is Ik bedoel, dan... dat was in half uurtje maximaal. Oh ja? 300 woorden. Ik kon daarvoor zonder tellen, kon ik daar schrijven. Ja, als je dat natuurlijk heel vaak... Dat ging vanzelf. Als ik onder naar de pagina was, dan was het klaar. En ik zie dat u nu zit te lachen, dus altijd met heel veel plezier gedaan. Ja, precies. Ik heb een, als ik ze terugzie, dan moet ik nog denken, God was toch niet helemaal verkeerd. Niet, oh, we scheiden. Niet helemaal verkeerd. Was hartstikke goed. Ja, ze zijn ooit uitgegeven, tenminste van de eerste paar jaar. Ja. Poeskas, die vond dat wel een aardig idee om ze te verkopen bij de gemeenteraadsverkiezingen. En de opbrengst zou dan naar de parochie gaan, naar het orgel. En, maar die heeft volgens mij heel weinig verkocht. Ik denk dat er nog een kist ergens op de pastorie rondzwerft met onverkochte exemplaren. Dan moeten we dan eens een keertje vragen, want dat ik ben wel echt nieuwsgierig geworden. Hartstikke leuk. Dat was heel leuk. Een mooi boekje. Er was veel zorg aan besteed. Nou, mooi. Oh, jammer. Ja, nou, wie weet vinden we de kist nog. Schijndel heeft de geest, was de titel. Schijndel heeft de geest. Ja. Nou, hartstikke mooi. En leuk om te horen dat, dat u naast het ambacht, want u bent schrijver geworden. Hoe is dat zo gekomen, dacht je? Want ik kan me puur voorstellen. Toeval. Ja? Toeval? Allemaal puur toeval, ja. Kan je iets over vertellen hoe het gegaan is? Ik zat in de WW, ik was afgestudeerd, ik had Nederlands gedaan. En in die tijd was de markt vergeven van de Nederlandici in plaats van, heel anders dan nu. Nu komen ze tekort, maar toen waren er weer meer dan genoeg. En de vraag was vooral naar mensen die taalbeheersing hadden gedaan. En een van de grootste fouten die ze gemaakt hebben, al die taalbeheersing, want dat heeft niks opgeleverd. Mensen hadden moeten leren luisteren en dat werd vergeten. Dus je zit nu met prachtig. Een bak peren. Deze wijsheid kunnen we zo met z'n allen in onze zak steken. Ik ga hem nog even herhalen voor de luisteraars. Het heeft niks opgeleverd, die taalbeleving. Alleen maar hard roepen en dat was goed. Hard roepen, als je gehoord werd, dan was het goed. Maar het inhoud deed er wel niet toe. Oh, een hoop kabaal en je ziet wat er van komt. Ja, je ziet wat er van komt. En dan zie ik nu een grote front ontstaan. Luisteren, Homer. En als we dan wel zouden luisteren, wat zou je dan gezegd hebben? Ja, helaas is dat niet het geval. Dus daar kan ik niks van zeggen. En dan is het nu al... Nou, daar kunnen we toch nog wel even over hebben. Ja, daar kun je het over hebben. Maar ik bedoel, er wordt allemaal geklaagd over mensen die te weinig lezen. En dat klopt ook wel. Mensen lezen te weinig. Want ik weet niet wie het zei van de week. Van, als je leest, dan leer je te denken. En dat ontbreekt er stevig aan. Ja, als je leest, dan leer je te denken. Ja. En als we dat kunnen onderbouwen, en als u het zou onderbouwen voor de mensen die luisteren. Ik heb altijd ontzettend veel gelezen, in mijn jeugd met name. Wij speelden heel veel buiten, maar we zaten net zoveel te lezen. Heel vreemd, maar ik kan me daar nog herinneren dat we ooit met 8 man tegelijk een boek zaten te lezen ergens. Ja, geweldig. Want u bent opgegroeid in Schijndel hier? Hier in de Pompstraat. In de Pompstraat, uiterlijk. De mooiste straat van Schijndel. De mooiste straat van Schijndel. Kijk, hup, stempel gezet. En groot gezin? Ja, 1. Ik was de enige. Was de enige. En dan in de Pompstraat, en we zaten met 8 mensen te lezen. Er waren grote gezinnen genoeg in de buurt. Ja. En trok allemaal met elkaar op. Henk Fuchs en zijn broers en zussen. Ja. En Thous, ja, van de winkelier. Ja. Van de brillenman, opticien, juwelier. Daar gingen we met z'n allen naar de televisie kijken, want dat was de enige die tv had. Ja. Met een man of 10 zaten we daar binnen dan boven. Schoenen uit en dan netjes de verrekijker en weet ik veel wat er nog allemaal was in die tijd. Ja. Mochten wij komen kijken. Maar ook vaak zaten bij Fuchs bij de bakkerij. Pieter Fuchs die las dan eerst Donald Duck, want die kregen wij pas als hij hem uit had. Och, wat geweldig. Dus hij had een abonnement. Wij lazen gewoon van alles en nog wat. Ja. Alles los en vast zat. Dus je deed dat echt met elkaar. Dat is wel bijzonder dan, dat de hele straat daar werd op aan. Dat was bijzonder, ja. Ja. Want ik weet wel, toen ik in de 5e of 6e klas zat, ik had een stuk of 10 boeken. Dat was vrij zeldzaam in die tijd. Iemand 10 boeken had. Ja. Stel niks voor, er waren pocketjes over van alles en nog wat. Maar. Ja, maar toch het feit dat er sowieso bezit was voor een boek. En dat het standaard werk, wat nog steeds
actueel is eigenlijk. Wat Coat & B gebruikte bij hun eerste shows. Ik weet het. Had mijn moeder bij elkaar gespaard van Blue Band. Ik weet het? Ja. Staat dat was alles de titel in. Van het boek. En, staat en alles als, in. U zegt van Blue Band, daar ging het over waar komt de koe vandaan? Nee, daar waren gewoon plakplaatjes tussen. Dus een encyclopedie. Oh. Er stond alles in. Kun je nog elke quiz mee winnen bijna. Behalve met de heel actuele dingen. Daar. Oh, en dat ging echt over zaken van hoe zitten dingen in elkaar. Begon bij de A en begon ook tot, met de Z, tot de zebra's. En de apen tot de zebra's. Alles wat ertussen zat. Een paar honderd pagina's, dat weet ik niet, 200-300 pagina's denk ik. Heel veel plaatjes. En dan was het voor de doelgroep van hoe oud waren we? Dat weet ik niet, een jaar of 8, 9. Ja, voor 8, 9 jaar. Dus ja. Mama spaarde de plaatjes met de boodschappen doen of zo. Ja. En dat is een dierbaar boek. Ik Zeer weet het. Zeer dierbaar, ja. Heel grappig dat Coat & B dat gebruikt hebben. Ja, die prezen dat boek ook en terecht. En terecht. En heeft u het nog? Ja. Echt waar? Ja, ik heb het nog steeds het origineel. Ik heb er nog ooit een bij kunnen kopen. Ja. Voor de voorzichtigheid, want je weet maar nooit. Ja. Dat ik mijn kinderen nog blij, of kleinkinderen blij mee kan maken. En? Als ze nog iets willen weten over hoe het vroeger was. Maar dat is wel een toen echt de tijd idee. Dat er nog iets zinnigs bij de boter zat. Oh, toen er nog iets zinnigs bij de boter. Ik voel hier toch wel een beetje zo van, waar zijn we nu? Maar helemaal prima. Nee. Mooi. De huidige tijd is ook mooi, de meeste dingen tenminste. Ja. Behalve de AI, daar heb ik niks mee. Nee. Vind ik hopeloos. Ja, dat snap ik wel. Als je zo het ambacht van schrijven, waar je in beland bent en daar je weg gevolgd. Okay. Want we tikten het heel even aan, opgegroeid in de Pomstraat. Enige kind in een gezin, vader en moeder. Waren die docenten of zo? Want nee, helemaal niet. Mijn vader was eigenlijk slager van beroep. Oké. Okay. En mijn moeder was thuis. Ja? Mijn moeder had wel ooit de ambitie om een winkel te beginnen, maar is er nooit van er gekomen. Ze zat heel dicht bij de winkels. Fournituren en zo. Maar. Oh ja, oké. Okay. Ja. Is nooit gelukt. Was het een fijne tijd, groot worden hier in de Pompstraat? In Pompstraat was een fantastische tijd. Ja? Je kon daar alles, we hadden tuinen, waar geen einde aan kwam. Je kon daar alles vuurtjes stoken en hutten bouwen en alles doen wat niet deugde. Maar, of ja, niet deugde. Dat ja, een beetje stout zijn. Je kon van onze tuin naar de tuin van de Zwaan, van de Ema nu, zeg maar. Ah, ja. Kon je door via de tuinen van een paar andere, onder andere Walter Verrooy. Mm-hmm. Hoewel die daar niet op zat te kijken. Maar dat was juist spannend dan natuurlijk om te doen. Nou, nauwelijks. Maar het was een mooie tijd. Ja. En toen dus in alle rust groot geworden. En als je iets kunt vertellen over hoe was de context, hoe zag die tijd eruit? Hoe leefden mensen met die elkaar? Die tijd was heel simpel eigenlijk. Mm-hmm. Iedereen was arm, dat was heel eenvoudig. Niemand ging op vakantie. Dus iedereen was met elkaar? Ja. In de vakantie was je op elkaar aangewezen. En ja. Dat ging ook prima. Ja, en u zegt nu dat ging ook prima, maar heeft u ook echt zo ervaren als vrijheid, als kind? Nee, ik vond dat een prettige tijd. Ja. Ik zeg al, ik had veel vriendjes. Ja. In de buurt zaten wel een stuk of 8 of 10 kinderen van mijn leeftijd. En je had allemaal in de Pompstraat op school. En je had allemaal ook al de kleuterschool meegemaakt, nog bij de nonnen. Ja. Met allerlei beroemdheden. Ben Hartman. Aha. En Wim Kelders, later wethouder. Dat soort volk. Maar dat wisten we toen allemaal nog niet. Nee, precies. Ja. De zoon van de burgemeester zat in de klas. En die ging natuurlijk verder studeren, want de slimste jongen van de klas, die moest naar de MULO. Naar de MULO? Ja. Aha. De slimste. Die is later toch directeur geworden bij Verlandschap. Maar het is toch nog goed gekomen. Ja. Maar je heeft wel een omweg moeten maken. Oké. Okay. En als je zo dan opgroeit en je bent zo in gemeenschap en met elkaar zo aan het groot worden, dan op een gegeven moment dan ben je natuurlijk, moet je gaan studeren. Ja, op een gegeven moment ga je, is het afgelopen, hè, 6e klas, klaar en dan ga je verder. En had u toen al ambitie van, Schijndel uit? Of nul ambitie. Nee? Het was puur toeval dat ik in Heeswijk terecht kwam. En hoe was de toevalligheid dan? Ja, de meeste kinderen die een beetje persoonlijk konden leren, die gingen of naar Den Bosch of naar Boksel of een enkeling naar Beekvliet. Of naar de Rubenberg sommigen. Maar normaal, Giesbers, die was toen hoofdschool, die zei ook van een goeie voor de MULO. Het is een goeie voor de MULO. Ja, zo ging dat. En toen dachten vader en moeder prima. Men keek gewoon naar de sociale achtergrond. En ja. Voor de rest stelde niks mee. En toen ben ik naar Heeswijk gegaan. Ja, ik was puur toeval.
een achterneef van mij ging daarheen. Of die ging een keer kijken bij een open dag. En, ja. Want een andere, een neef, een volle neef van mij, die was daar superior. Ja. Die zat dus een beetje in de staf van de abdij. En, dus het was wel vertrouwd terrein voor mijn pa, maar... Ja, dat was toch een eindweg, hè, van Schijndel naar Jezus. Ja, het was geen eindweg, maar ik ben wel intern gegaan toen. En dat was, oh, oké. Okay. Dus zij raakten hun enige kind kwijt. Dat was natuurlijk wel een gemis voor, met name voor mijn moeder. Ja. Maar ja, goed. De zoon die ging toch voor, want die kon daar iets leren en thuis niet, dus... Nou, dat waren wel grote stappen zo als ouders. En ja, en dan 3 maanden kwam je niet thuis, de eerste 3 maanden. Ah. Ja, toevallig na een week of 8 keer dat we door Schijndel kwamen gewandeld. Omdat we in Rooi bij de Damianen naar het voetballen waren gaan kijken te voet. Hè. En dan kwam je langs het ouderlijk huis even naar binnen. Wel even naar binnen? Ja. Ja. Terwijl heeft... de rest een ijsje ging eten bij Nabbe. Och, och, wat een mooie herinnering. Heeft u daar met uw moeder over kunnen praten? Nou, ik heb er nooit spijt van gehad dat ik daar heb gezeten. Maar je raakt het contact met thuis wel volledig kwijt. En dat kan wel voorstellen. Dat krijg je niet meer terug. Nee. En dat is heel jammer. Ja, zeker wel. En dat weet je natuurlijk niet als je daarin stapt. Dan denk je, ik ga de wereld verkennen, ik ga studeren. Ja. En hoe is dat merkbaar geweest? Je merkt dat je groeit uit elkaar. Ik bedoel, het is een hele andere wereld waar je in zit. En dan ga je van het een naar het ander. Als je daar klaar bent, dan ga je weer verder naar de universiteit. En ja, goed. Contact met thuis, daar raak je gewoon kwijt. Tenminste, het normale, natuurlijke contact wat je zou hebben als je thuis opgroeide. Daar. Ja. Daar ben je kwijt. Ja, je hoort natuurlijk wel dat kinderen... Dat was heel jammer. Maar ja, snap ik wel. En het is natuurlijk dat ook komt ook niet meer terug, want het verschil is te groot dan ineens. Na jaren 4 dan. Maar waar zit dat verschil dan in? Want zijn uw ouders wel in Schijndel blijven wonen? Ja. Dus dat was eigenlijk toch wel gewoon een thuisbasis om steeds zo terug te Ja, je kwam er wel, maar je kwam er dan eens in de maand of zo. En, ja. Dan was je meer, die keer dat je thuis kwam, ging je meestal toch weer iets uit of weet ik veel. Of met je vrienden. Als je ouder werd. En, ja. Nee, dat was wel jammer, maar ik heb er alleen maar goede herinneringen aan eigenlijk. Ik heb er veel opgestoken, want het was een school met leerlingen uit heel Nederland. Van allerlei pluimage. Oké. Okay, Amsterdam, de Achterhoek. Alle hoeken van Nederland kwamen ze vandaan uit Limburg. Nijmegen, Arnhem, Utrecht. Roept u maar. Alles en dan wordt de wereld ineens heel veel groter. Ja, precies. En dat was natuurlijk wel een openbaring dat je met al die mensen in contact kwam met allemaal andere achtergronden. Van boer tot burgemeester, die zaten er ook wel een paar tussen geloof ik. Maar architecten en doktoren en bierbrouwers, dat was wel leuk trouwens. Van Dommels Bier, zijn zoon. Van Dommels Bier? Dommels Bier, ja. Daar naar de brouwerij komen en die hadden daar een leiding van de brouwerij naar de huiskamer. Dat was geweldig. Van de brouwerij naar de huiskamer? Ja. Oh, om maar goed te kunnen blijven testen, ook in het weekend. Ja, oké, ik snap het. Nee, maar hartstikke mooi. En de stap naar Heeswijk, naar de universiteit, zei je, was dat nog verder van huis? Puur toeval eigenlijk. Ook puur toeval? Ja. Hier zie ik toch wel een patroon ontstaan. Precies, met heel veel toeval. Ja? Je kunt veel plannen, maar het meeste gebeurt toch toevallig, blijkt. Mooi. Ik was gekeurd voor militaire dienst, ik was goedgekeurd, dus ik dacht, dat was rond Pasen, in de proefwerktijd. Eigenlijk hadden we niks geleerd, met z'n tweeën, en we moesten, een vriend van mij en ik moesten naar de keuring, we hadden niks geleerd, want dat was in de proefwerktijd. En toen de rector die kwam op het lumineuze idee om die keuring te verzetten. Dus wij moesten toch proefwerken maken, met alle rampzalige gevolgen van die. Ach, dat was toch tegen het eindexamen, dus dat maakt niet meer uit. Nee. Ik werd goedgekeurd en toen kreeg ik een paar weken later kreeg ik bericht dat ik buitengewoon dienstplichtig was. Oh. Dus toen moest ik denken, ik ga in dienst en dan zie ik wel. Ja, toen moest ik ineens hals over kop iets gaan doen. Ik denk, wat zal ik doen? Ja. Nederlands lag me wel en boeide me wel. Dus. Ja. En ik informeerd van Utrecht of Nijmegen. De decaan die zei, Utrecht sta je wel heel goed aangeschreven. Dus op naar Utrecht, maar een misstap geweest. Oh nee? Had ik nooit moeten doen. Och. Gewoon naar Nijmegen moet gaan. Dat is veel leuker. Hoewel Utrecht een mooie stad is en later ben ik nog wel met veel plezier geweest, maar ik heb daar mijn kandidaat gedaan en toen ben ik overgestapt naar Nijmegen. Oh ja, en toen kwam je erachter van, was ik hier maar gestart. Ja, maar uiteindelijk kwam het toch weer goed. Uiteindelijk komt alles goed. Uiteindelijk komt alles goed. Ja, mooi. Ja. En in Utrecht gestudeerd en toen naar Nijmegen en toen? En toen vrouw leren kennen. WW in.
En uw vrouw leren kennen. Ja, die woonde naast mij, de kamer naast mij. Ja, dat vind ik een leuk verhaal, weet ik al een beetje van. Nou, zou je nog een keer kunnen vertellen? Ja, ik kwam daar te wonen. Op het moment dat er een kamer vrij was, zou ik naar Nijmegen gaan. Ja. Was een vriend van mij, die woonde daar al. Ja. En die had dat vuurtje warm gehouden bij de huisbaas. En dat was goed dat ik daar kwam, toen er iemand vertrok. Ja. En in dezelfde tijd was mijn vrouw daar komen wonen, want die kende daar ook mensen. Ja. En die liep toen stage voor de sociale academie bij een soort JAK, jeugdactie, weet ik wel wat er was in die tijd. Die is later gaan werken bij het AID daar, dat was actie, informatie en dienstverlening voor jongeren. Waar allerlei moeilijke gevallen werden opgevangen en een onderdak werd verschaft via gastgezinnen. Maar die zat op de kamer naast mij. En toen? En toen moest die kamer moest ingericht worden, dus ik stak een handje toe. Ah ja, dacht ik, gaan we dat meisje maar eens even helpen. Want het een kwam het ander. Ah, dus. Want het een kwam het ander en het is nog steeds. Vervolgens hebben we 7 jaar samen gewoond daar. Ah, maar dan heb je van 1 slaapkamer gemaakt en van de andere een woonkamer of zo. Ja, zoiets. Ik rijd maar gewoon. Zoiets. Ah, leuk. Maar het had af en toe wel iets. Mijn moeder die was daar niet van gecharmeerd. Oh nee, natuurlijk niet. En ik toen? Weet niet of je die film kent van Goodbye Lenin, maar... Goodbye? Nee, vertel eens. Ja, dat gaat over het Oostblok, hè. Dat weg is dat oma wordt voor de gek gehouden met allerlei plakaten voor de ramen, alsof de Oostblok er gewoon nog is. Ja. Oh, en zo ging je bij je moeder... Oh, nou, heftige vergelijking. En heeft ze het langer... Nou, mama, die kent een kind natuurlijk als geen ander. Die had het al natuurlijk al in de gaten. Die natuurlijk toch al nattigheid op een gegeven moment. Ja. Uiteindelijk zijn we toch maar getrouwd. En ze zochten op een huis en in Nijmegen was absoluut niks te krijgen. Nee, dus was niet te doen. Nee. En wij wilden wel een keer op de begane grond wonen, want na 7 jaar boven op de eerste verdieping hadden we daar toch wel een beetje bekeken. Ja. En okay, de stad, dat was wel leuk, maar ook dat heb je op een gegeven moment wel gehad. Want komt uw vrouw ook uit een dorp? Ja, uit een bos. Oh, dat is geen dorp. Een mooie hertogstad. Maar goed, toen samen terug naar Schijndel of zat er nog iets tussen? Nee, toen zijn we naar Schijndel gegaan, want ik kon hier zo een huis huren toen. In die tijd was daar een eitje. Ja, en hoe was het om weer terug te komen dan? Ja, ik vond dat fijn, zij niet. Aanvankelijk. Oh. Ja, ik bedoel, ik kende hier Jan en Alleman dus. Ja. Ik kende overal de weg, voor haar was alles vreemd. Ja. Haar herinneringen lagen toch in de bossen. Voor mij was het toch een soort thuiskomen daar. Ja. Ik heb altijd wel... Ik ben altijd in Schijndel blijven komen, ook in de tijd dat ik in Utrecht zat en in Nijmegen. Ik ging hier voetballen en elk weekend uit in Tunneke. Harry kent daar ook wel. Dat. Ja, ja. Ja, dus het een weekend zonder Tunneke, dat ging niet toen in die tijd. Dat is toch een soort veiligheid wat je dan zoekt. Ja, hè? Precies. Toch terug naar huis. Utrecht was zoiets niet. En met carnaval dan wist je niet hoe vlug dat je naar Schijndel moest komen. Dan. Mooi. En hoe ziek dat je weer terugging dan. Ja, maar goed, was het allemaal waard. Ja. Hartstikke mooi. En toen hier een gezin gesticht, gebleven en ook meteen aan het werk... Nou, niet meteen aan het werk. Ik ben via bij het Schijndels Weekblad terechtgekomen toen. Ja. Via de voormalige Ratelman. Haar man was pastor hier, volgens mij. Mm-hmm. En een van haar dochters, die had toen verkering met een andere Nederlandicus. Leuk dat hij die ook voetbalde, die voetbalde trouwens ook. Oh, die voetbalde ook al, ja. En die kende mij via. En die zei, zijn vader werkte trouwens bij het Schijndels Weekblad vroeger. Oké. En die zei van, is daar niks voor jou, want zij gaat weg en ze zoeken nog een opvolger. En dat was echt als redacteur? Ja, zo begon het. Ja, ik ben begonnen als correspondent, want in die tijd was Piet, de vader van Puskas, die was toen nog... Degene die de scepter voerde. Die was nog niet zover dat die kranten een zelfstandig bestaan gaf. De Puskas heeft eigenlijk pas gedaan. En die zag er pas toekomst in. En die vond ook dat er meer professionaliteit in moest komen. En hoe hebben jullie dat gedaan? Gewoon overal aandacht aan geven. En alles bijhouden. En ja, in het begin was dat dag en nacht werken, moet ik zeggen. Want ik had er nog een baan bij toen als corrector bij een drukkerij in Eindhoven. Okay. En daar begon ik om 7:30 of zo. En de kopij hier, die moest dinsdagsmorgens voor 10:00 of zo bij de zetterij zijn. Ja. En dan zat ik vaak tot 4:00, 5:00 nog te schrijven. En
Dan als ik naar de bus ging, dan spullen inleveren, om de hoek bij ons. Maar ja, goed, dat waren toch romantische tijden. Ja, dat waren romantische tijden, maar was ook, dat is ik ook was echt blij, wel... blij dat ik een vaste baan kreeg toen. Oh ja, want dat was het vervolg. Toen een vaste aanstelling, kon de drukkerij loslaten. Een vaste baan met een auto erbij dus. Met een auto erbij. Ja. En perspectief verbreden, hoe stel ik me dat dan voor? Want zij tikten alle onderwerpen aan. Hoe ging dat dan? Nou, het begon, of een van de belangrijkste dingen vond ik toen toch wel de gemeenteraadsvergaderingen. Ja. Dat mensen op de hoogte waren van wat hier bekonkeld, niet bekonkeld werd. Want ik heb er wel respect voor gekregen in het begin. Naderhand is daar minder geworden. Maar mensen toch met de beste bedoelingen, zeker in die beginperiode. Dat waren ook maar mensen die gekozen waren om waarom. Ja, waarom. Dat ze bekend waren of dat ze een bepaalde functie hadden. Veel onderwijzers en zo. Maar ja. Ja, goed, die hadden ook niet allemaal evenveel verstand van besturen, denk ik. Maar ze deden wel ontzettend hun best. Ja. Ja. En dat werd niet altijd gezien. En ik heb er zelf in ook niet gezien. Maar toen ik hier daar meemaakte, toen heb ik daar meer waardering voor gekregen. Oh, dat is... Moest ze wel een beetje bij de les houden. Nou, toen daar wel. En hoe deden dan? Nou, via columns. En oh ja, via die en via de verslagen ook wel, hoor. Maar, oh ja. Ja. Nee, en ze wisten wel wat ze aan mij hadden. En ik wist wat ik aan hun had. En, mooi. En toen Scholte hier kwam als burgemeester, ja, toen werd het allemaal nog een beetje pittiger. En dat was wel een leuke tijd. Ja, mooi vond dat ik, u lacht. Ja. Vond ja. ik, niet iedereen kon er bij Scholte door één deur. Maar en dat is dan het karakter van die man of zo? Ja, die was tamelijk rechtlijnig soms. Oké. Okay. En op rechte lijnen kun je mooi schrijven. Ja. Nee, maar hij kon er heel goed mee opschieten. Ja, ja. 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 Hij had dezelfde voorliefde voor kunst die ik had. Daar konden we eindeloos over oudbetten, over ons genot van vele glazen. Vele, vele glazen. Ja, want dat tik wel hij iets moois ook aan. Graag. Ja, dat tik wel iets moois aan, want u heeft veel geschreven hè, over beeldende kunst. Ja. Ja, ik heb daar eigenlijk meteen gedaan. Dat vond ik een taak van mij. Mooi. Om vanaf het moment dat ik daar kans toe had om alles wat met kunst en cultuur te maken had, kwam op de voorpagina vanaf dat moment. Ja, mooi. Dat kon ik zelf bepalen. En op een gegeven moment, toen de krant verkocht werd, ging daar weer over. En zij is nooit meer goed gekomen. Jammer, hè? Ja, dat was heel jammer. Maar goed, even die liefde nog aantikken. Want waar is dat ontstaan? Die interesse in kunst en cultuur? Is dat ook van thuis uit? Nee, van thuis uit niet. Ik bedoel, bij ons thuis las niemand een boek of er stond geen boek. Er was niks. We hadden wel de katholieke illustratie. En dat heb ik wel verteld volgens mij een keer. Op de katholieke illustratie stond achter een rubriek uit de schatkamers van de beeldende kunst. Ja. Daar is het een beetje begonnen. Zo elke keer het laatste blaadje kijken en een beetje kennis verzamelen. Ja. En genieten van wat er stond. En ik vond dat heb ik van kinds af aan eigenlijk mooi gevonden. En niet door Jan Heesters, die toch mijn overbuurman was eigenlijk. Oh ja, leuk. Maar ja, die heb ik eigenlijk nooit gezien, want Jan die werd altijd aan de hand van zijn vrouw door naar de kerk getrokken. Oh, dat hij maar niet afgeleid werd om te stoppen om te kletsen of zo? Of wat? Ja, Jan was een soort kabouter tegenover zijn vrouw. Hè? Die was twee keer zo groot. Ja, echt waar? En die had dan nog een hele grote hoed op. Ja. En dan Jan was een kabouter daar langs. En die moest mee, kom op, we gaan naar de kerk. Ja, nu, precies. Hup Jan. Oh. Marie met een... Marie, dacht ik, dat was Ja. Een grote bondstola om. Och ja. Ja, ik ben een beelddenker, dus ik zie het zo voor me. En het is maar een klein stukje van de Pompstraat naar de kerk, hè? Ja, nee, die kwam langs en verder zag je of hoorde je Jan nooit. Die was altijd in zijn atelier? Nou, in zijn atelier, of hij moest ook gewoon het hek schilderen. Oh. Dat moest hij zelf doen. Oh, dat moest hij ook zelf doen? Ja, die waren zeer zuinig. Niet een beetje zuinig, maar ontzettend zuinig. Ja? Gierig, zei ze met name. Oh ja? Ja. De gebakjes werden, die over waren met een verjaardag, werden teruggebracht naar de bakker. Niet waar? Ja, zeker. Nou ja, dat is ook weer leuk om te weten. Ja. Nee, die gingen bij Vux, of bij Verroesel, die besteld. Ja. Overschot werd teruggebracht. Och, van deze gasten zijn niet gekomen hier. Ongelooflijk. Geld terug. Ja. Oh, ja, maar wel prachtige kunst gemaakt, hè? Ja, Jan, ik weet het niet. Ik vind waar je nu in de route hangt echt helemaal niks. Nee. Jan, ik kon niet schilderen eigenlijk. Nee. Vind ik. Nee. Hij had de kans om een goede opleiding te volgen en hij had de inhoud misschien, maar talent had hij niet, vind ik. Kijk, Doris van Oorschot was een schilder, maar Jan Heesters niet. Jan Heesters was een beetje een knullig type, maar alleen. Ah,
Alleen... Hij heeft gezorgd voor zijn eigen museum dus. Ja, dat heeft hij goed gedaan. Want was hij al lang dood vergeten geweest. En dan las ik op uw Facebookpagina waar u deelt alles over muziek en nog een andere passie. In het Latijn over smaak valt niet te twisten. Dat klopt. Kan u eens zeggen? Daar valt ook niet over te twisten. Kan hem in het Latijn herhalen of niet? Ja, de justibus non disputandum esse. Prachtig. Ik las het, ik dacht, oké, die nemen we mee. Dus dat is ook wat het is. Ja, ik bedoel, zijn we de jeugdzommers. Als je op een gymnasium zit waar driekwart van de lessen besteed wordt aan Latijn en Grieks, dan hou je zo'n tik over. Ja. Is niks nou, aan wel te doen. Hartstikke mooi. Hadden ook andere dingen kunnen leren in die tijd. Hè. Ja, maar ja. Nuttige dingen. Oh, dat is toch wel nuttig. Nuttiger dingen. Nuttigere dingen, nee. Maar even over, is er een favoriete kunstenaar? Heel veel. Oh, er zijn er een paar. Vertel eens. Nou, de meest favoriete is toch wel Francis Bacon. Aha. Niet de meest het lachenbekje onder de kunstenaars, maar intrigerend man die geweldig kan schilderen. Kon schilderen. En wat is dan precies dat je zegt van, nee, maar dit is voor mij echt een grote meester. Bacon is een grote meester en voor mij. Ja? En Goya. De twee mensen die de meest gruwelijke dingen schilderen. De Spaanse Goya, ja. Ja, dat zijn allemaal heftige taferelen, ja, zoals ik ze ken. Ja. Allemaal oorlog, echt. Ja. Als je dan van de goedheid van de mens uitgaat, is dit de zwarte kant. Die laten zien waar die zit. Dus... Dat er hier of daar misschien nog iets is. Hij heeft ook wel andere dingen gemaakt, natuurlijk, Goya. Ja. Maar zijn serie etsen over de Spaanse burgeroorlog, die is ongeëvenaard. Oh, mooi. Zoiets gruwelijks zie je nergens. Maar het is zo mooi om te zien, of tenminste, ik vind het zo interessant, dat u het zo mooi vindt, zo lacht, terwijl die beelden zijn natuurlijk gruwelijk. Ja, bij Bacon ook trouwens. En wat is daar de aantrekkingskracht van? Wat is daar precies zo? Het gaat er merg en been daar. En de figuur van Bacon, natuurlijk een volstrekt onbetrouwbaar en ruziezoekend drankorgel. Ja, ja. Maar een fantastisch schilder. En dan, ik vind het zo... Ik heb ooit zijn werk gezien in de Tate Gallery in Londen. In Londen, ja. En hij heeft nooit meer losgelaten. In de Bos is er ook nog ooit iets geweest, ja, klopt, een paar jaar geleden. Ja. Maar vertel eens, dan kom je in Londen, ging je speciaal naar die tentoonstelling toe? Nee, dat was geen tentoonstelling. Dus het overvalt je dan? Het was gewoon, we waren in Londen en we liepen eerst de National Gallery in en toen de Tate Gallery. In Engeland was alles toen nog gratis in die tijd. Ja, nog? Dus, ja, dat weet ik niet, want ik ben niet meer geweest in die tijd. Maar in 1970 ongeveer was dat. Ja. Lang geleden. Dus. En toen dan sta je in één keer, ben je al liefhebber en ineens sta je voor zo'n schilderij. Dan ben je sprakeloos. Ook met Vermeer trouwens, toen ik voor het eerst gezicht op Delft zag. Ja. Vind ik nog steeds een prachtig schilderij. En er zit hem in wijsheid, kleur, perspectief, alles, vertel eens. Alles, ja, ik bedoel, daar is de kleur, de sfeer van en de techniek. Ik bedoel, de hedendaagse schilders, het zit natuurlijk niet allemaal alleen in de vorm en techniek, kunsten. Maar ik verbaas me er wel over. Als ik dingen zie, ook als je Rubens ziet, schilderijen van Rubens. Ja. Er is geen enkele kunstenaar die zoiets nog maken kan. En ik word altijd een beetje triest van Koens bijvoorbeeld. Ja, ja. Word ik doodziek van die man. Ja, dat zijn die hele grote roze poedels. Daar moet ik aan denken. Ja, bijvoorbeeld en ballonnetjes. En, ja. Nee, ik snap het wel. Dus je bent echt wel in ambacht. Ja, daar speelt mee, maar dat is niet het belangrijkste. Want Picasso, ja, die kon alles natuurlijk. Nou, alles. Ja, was ook de man met de 14 vrouwen, hè, ter inspiratie. Precies, dat kon hij ook. Dat kon hij ook, ja. Zo kun je het ook zeggen. Ja. Ja. Nee, maar wel interessant. Favoriet, zonder meer. Maar vooral die zwarte kant. Ja, ik herken heel erg, want ik ben in de Venetië bij de Biennale, stond ik ineens voor Pollock. Pollock is ook mooi. En daar werd ik dus echt ziek van. Ik heb ook een tijd mijn Pollocks gemaakt. Zelf. Ja, Pollock gemaakt, de drippings. Ja, volgende week in de winkel. Aha, kijk, ja, raken we meteen een mooi bruggetje aan, want kunstschilderen is wel iets wat u nu in deze tijd van uw leven op heeft gepakt, hè? Nee, dat heb ik altijd gedaan. Altijd gedaan, altijd, maar nu mogen we het zien. Ik ben altijd een tekenaar geweest, onder lessen ook. Tot docenten, die vonden er maar niks. Die dachten dat ik daar niks hoorde als ik zat te tekenen, maar dat viel mee. Ja, dat zit los, die handen zitten los van je oren, hè? Ja. Ja. Maar vertel eens, in hoeverre... Altijd zitten tekenen. Wij hadden een...
goede tekenleraar op het gym in Heeswijk. En hier in Schijndel trouwens op de lagere school. Ik heb nog een tekeningetje van. Ik weet niet meer hoe dat die heette. Volgens mij Chris van den Berg. Maar daar weet ik niet zeker uit. Geen wonder. Mm-hmm. Een jaar gehad en ik kon heel goed tekenen. Toen heb ik voor het eerst ontdekt dat er zoiets bestond als perspectief. Ja. Toen hij een kasteel tekende wat ik vierkant had getekend. Waar hij diepte aan gaf. Ja. Het tekeningetje heb ik nog hangen. Oh, wel leuk. En dat speelt allemaal mee, dat soort dingen. Ja, en dan komen dat soort mensen op je pad en dan wordt er iets aangeraakt. In deze week was er een tekenleraar die nog kapelaan is geweest in Schijndel. Heeft zich niet altijd netjes gedragen, want een van de Norbertijnen die niet deugde uiteindelijk, blijkt. Maar dat wist ik toen niet. Oké. Ik kon goed schilderen en ik was een van de weinigen in de klas die dat ook leuk vond. Want de meesten hadden een hekel aan, moet ik zeggen. Oh ja. Die vond dat eigenlijk maar zonde van de tijd. Dus. Ja. Ik vond dat leuk om te doen. Altijd graag gedaan. Oh, fijn. En ik hoop dat dat al het enige is wat hij van hem geleerd heeft. Thuis kwam, of toen ik heb een jaar thuis gezeten toen mijn vader stierf. Ja. We hebben nog een jaar cursus gevolgd bij Doris van Oorschot. Oké. En dat was heel leuk. En hoe oud, mag ik vragen hoe oud u was toen u vader stierf? Ik was een jaar of 20. En toen? Even kijken. 21. 21, dus u vertelde, ik ben enig kind in een gezin. Dus toen bent u weer bij uw moeder gaan wonen, die ineens alleen was. Anderhalf jaar ongeveer. Oké. Toen ben ik op een draf naar Nijmegen gegaan. Want toen had ik Schijndel weer wel gezien. En ja, maar goed, wel ter ondersteuning van mama, die dan natuurlijk, je verliest je vader. Ja, die zat er ook maar alleen te koekeloeren. Dus. Ja. En toen bij Doris van Oorschot op tekenles en nu maakt schilderijen. Ja, daarna heb ik nog bij hier. Rijn Benuda en zo. Oh ja, aquarellen of ook? Nee, gewoon alles. Alles? Etsen. Oké. Van alles. Ja. Etsen vond ik ook heel mooi. Ongezonde sport wel. Maar. Ja, mooi. En ook zwart-wit, daar kun je heel mooi toon aanbrengen natuurlijk. Heel mooi. Ja. En bent u nou ook nog geïnspireerd, want waar haalt u inspiratie vandaan? Welke onderwerpen vindt u leuk om te schilderen? U is overal door u geïnspireerd. Nee, nog een keer. Dat maakt niet uit. De landschappen vind ik mooi om te doen. Ik heb een tijdje portrettekenen gedaan, maar dat is helaas gestopt toen. En is er eigenlijk niet meer van gekomen. En modeltekenen vond ik eigenlijk wel het leukste om te doen. Wel het leukste om te doen? Ja. En toch losgelaten? Ja, die mogelijkheid die was er op een gegeven moment niet meer. Nee. En dan op een gegeven moment krijg je kinderen en het wordt steeds drukker. En alles combineren gaat niet meer. En je voetbalt en je raakt geblesseerd. En dan komt het leven over alle plannen maken. Vervolgens ga je toch weer een tijdje schilderen. Bij de Zwingel heb ik dat gedaan. Ja. Met een paar mensen. Maar toen moest je weer biljarten. Daar kwam er weer tussen. Dus moest ik biljarten? Heel grappig. De ultieme kunst voor hem eigenlijk. Zwaar ondergewaardeerd. Biljarten? Ja. Oh, heel grappig. We gaan van schrijven naar schilderen, dansen zitten, dan slaan we even over. Maar nu gaan we naar biljarten. Driebanden, dat is een kunst op zich. Dat is geweldig om te zien en te doen. Daar kun je je helemaal in verliezen. Ik vind het mooi om te zien dat u geweldig glimlacht hierbij. Ja. En het is ook weer een simpel lijnenspel. Ja, simpel. Dat lijkt simpel. Maar. Ja, nee, maar ik bedoel in de zin van, het is een kader. Het zijn een aantal ballen, twee stokken. Een beroep op je creativiteit. Kijk, het doet het beroep op je creativiteit. Je moet dingen verzinnen, mogelijkheden om ergens toe te geraken. En ik heb nooit begrepen, ik heb een jaar of acht geleden een herseninfarct gehad, dat ze geen biljart hadden staan in het ziekenhuis. Dat was een groot gemis. Ze hadden het ooit wel, maar ze hebben het weggedaan. En ik dacht, als ik dat allemaal had, dan kon ik weer mijn perspectief, dan kon ik lijnen weer uitdenken. Nou, een goede tip voor als mensen luisteren van. Oog-hand-coördinatie is bij biljarten helemaal goed. En driebanden is zo mooi. Ja? Ja. Dat is pure kunst. Ja, ik neem het meteen aan. En vooral als ik u zo zie lachen, dan denk ik, het zal wel kloppen. Maar wat ik mooi vind, is natuurlijk hoofd, hart, handen, hè? Je hebt de combinatie wel gemaakt om het uit je handen te vertalen door middel van schilderen, door middel van schrijven, nu biljarten. Dus het is wel helemaal aligned in persoon Gerard Bühne, meesterschap. Nou, meesterschap, sowieso. Ik ben maar een krabbelaar, hè. Mooi, hè, dat je daar zegt. Boeken geschreven. Ik heb hier een prachtig boek voor me liggen. Glazen boerderij. Ja, dat boek, dat was een ramp. Dat boek was een ramp. Mensen kijken naar een biografie van een gebouw. En het is Winnie Maas, die kon daar mooi vertellen. Maar die had ook marktkoopman kunnen worden. Die had alles kunnen verkopen. Die zat hier in de gemeenteraad zijn glazen boerderij te verkopen.
mensen wisten bij God niet wat het over ging. Daar. Nee. En ze slikte alles voor hoe ze zoete koek. Daar. En nu staat hij er. Terecht. En nu kwam van Heine en Ver mensen erop af? Ja. En toen dacht u, ik ga er een boek over schrijven? Nee, hij zei al vrij snel. Ik heb hem leren kennen in die tijd en had een goed contact. En ik schreef veel over waar hij mee bezig was toen in Schijndel. Ja. En op een gegeven moment toen ging ik met pensioen. Of nee, dat is niet waar. De krant werd overgenomen toen, in die tijd. Toen belde zijn rechterhand, die belde op een gegeven moment naar mij op. Ik was met mijn vrouw aan het wandelen op de Everse Akkers in Rooi. En die zei van, Winnie heeft een vraag voor aan jou. Toen zei Winnie, of dat had hij al eerder gezegd bij een nieuwjaarsreceptie trouwens. Dat kwam ik tegen. Toen zei hij, kun jij een streekroman schrijven over rond een glazen boerderij? Ik zei, dat kan ik wel. Kijk. Meteen gezegd, dat kan ik wel. Meteen. Ik vind het ook zo mooi als ik u vraag naar een herinnering. Dat u de plaats beschrijft met wie u was, waar u was. Ja. Veel mensen kunnen dat allemaal niet onthouden. Hoor. Dus het is wel echt, als u zegt maar, een krabbelaar. Het is wel een schrijversbrein. Toen vervolgens veranderde die opdracht nog een keer 4, 5. Het werd iedere keer iets anders. Oké. Ik was hier bezig en dan moest ik weer opnieuw beginnen. En och. Dan moest het weer meer over de architectuur gaan en dan weer meer persoonlijk. Dus en uiteindelijk is het een mix van alles en nog wat geworden. Maar bent u er trots op? Dat wel. Kijk, dat is toch maar uiteindelijk onderaan de streep het proces. Wel, vergeten we dan maar snel? Ik heb nog een rekening gestuurd. En ook niet betaald? Toen had ik geen geld meer. Och, nou dat zal nou wel meevallen. Toen dus mocht u dit horen, Winnie? Toen ging het slecht in de architectuurbranche blijkbaar. Ja. Maar toen was je toch al begonnen met het depot van Boymans van Beuningen. Ja. Ik denk, nou als dat kan, dan moet er eigenlijk toch nog wel eigenlijk meer wel. Werk betaald kunnen worden. Maar. Nou wie weet, we kunnen een oproep doen, maar dat gaan we niet doen. Want ik wil eigenlijk een beetje richting een afronding gaan. We zijn van heren. Lees het boek maar eens, dan weet je waar dankjewel. Je woont. Het is voor mij een cadeau. Dan weet je waar je woont, want dan weet je ook niks van. Dan weet je waar je woont. Ik vang hem inderdaad. Ja. Ik ben nu, maar ik ga het met staat met heel veel veel over Schijndel in ook. Sorry? Staat veel over Schijndel in. Staat veel over Schijndel in. En over de omgeving en over de plek van de boerderij. En wie schrijft... Die boerderij die staat op de plek waar een boerderij stond, die was van mijn overgrootvader. Oh, dus de cirkel is wat dat betreft rond. Oh, wat prachtig. Is naderhand verkocht aan de familie van Roesel. Ja. En dat is ook weer familie trouwens. Want een van mijn ooms die werkte daar in de bakkerij ooit. Ja. En daar zijn dan weer neven en achterneven, die van Roesels. Ja. Dus, maar die boerderij die is verkocht aan een Geerts voor een paar honderd gulden. Gulden toen nog, grote ja. fout. Grote fout. Ja. Niks meer aan te doen, hè? Nee. Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Maar dat was allemaal toeval. Dat kwam pas, ik had het boek klaar, toen kreeg ik daar te horen dat degene die mij meldde, dat daar van mijn overgrootvader was geweest. Dat was weer een achterkleinzoon van degene die het gekocht had toen. Och, wat grappig. Ja, en de cirkel rond, hartstikke mooi. Ja. Ik wil nog een aantal vragen stellen. Maar. Wat is nou de grootste levensles? U bent, mag ik vragen hoe oud u bent? 75 bijna. 75 jaar? Bijna, wat zou je graag, als je nu de jonge mensen toe zou moeten spreken, welke les zou het zijn? Begin met lezen en hou er nooit mee op. Ja, prachtig hè. Begin met lezen en hou er nooit mee op. En dat is echt omdat verbeeldingskracht brengt je overal. Lezen en kunst. Kunst is voor mij een handvat aan de wereld. Daar kun je de wereld mee oppakken. Daar heb je iets aan. Kunst is geeft vorm, beelden aan je gedachten. Kun je iets mee. Je ziet iets dan. En zonder die kunst is toch een beetje tasten in het duister, vind ik. Dus, misschien is het dan wel de grootste levenslijn nu in deze roerige tijd, om juist wel weer de kunsten naar voren te halen. Ja, en de verbeelding die je hebt te koesteren, want het is toch wel het kostbaarste bezit wat de mens heeft. Ja, zeker. En dan letterlijk verbeelden, hè? Beelden maken van je gedachten. Ja, beelden maken tastbaar van je gedachten. Maken. Ja, en verbeeldingskracht brengt je overal, hè? Ja. Dus als je dan zegt... Je hoeft niet meer op reis, hè? Nee. Ik bedoel, je kunt overal alleen vanuit je luie stoel. Ja, vanuit je luie stoel. En wat is je grootste geluk? Mijn familie, mijn gezin, kinderen, kleinkinderen. Mooi. Puur luxe, ja. Ja. En nou, tot slot zou ik nog willen vragen aan een grote schrijver. Wat is dan
De zin des levens. Geef eens een mooie zin om, deze, om dit gesprek mee af te sluiten. Daar ga ik niet aan beginnen, want dat kan nee? Ik, nee. Geen één zin? Nee. Geen dus tegelwijsheid? Ook niet in twee, nee. Je hebt geen tegeltjeswijsheden. En dan nog nee, misschien eens. Nog niet opgeoefend. Nog niet opgeoefend? Nee. Nee. Maar goed. Geniet van elke dag. Ja, goed, dat is ook weer Carpe Diem. Hè. Dat is ook al Carpe oud, Diem. Oud. Stond vroeger al op de bus hier van de reisvereniging. Of van Vastbender. Op de bus? Stond geniet van elke dag? Carpe Diem. Stond ja, Carpe ook, Diem. Ja. Mensen die op reis gingen of op bedevaart gingen, die gingen, plukten ook de dag. Dus die gingen met, hun, met hem of naar Kevelaar of naar Borren. Ja, op bedevaart. Op ja. En lukt het nog om te genieten van elke dag? Ja, dat lukt best wel. Goed, ja. Met biljarten en lezen? Biljarten en de kinderen en de kleinkinderen. Dat gaat heel goed, ja. Nou, hartstikke mooi. Zolang dat allemaal goed gaat, dan ben ik meer dan tevreden. Nou, wat fijn om te horen. 74 jaar, meesterschap, ambacht. Ik, ja, ik neem een petje af. Ik heb een prachtige boek geschreven, mooi nalatenschap. En ik hoop nog vele jaren hier tegen te komen in het mooie Schijndel waar ik steeds ja. nog meer van ga leren. Ja, nee, maar ik vind dat ook fijn hoor. Dat ik hier in Kunst in de Wink heb ik 40 jaar mee georganiseerd. Ja. En ik vind het fijn dat dat er ook doorgaat. Dat, het is wel jammer dat mijn reisstad betrekkelijk weinig oog heeft voor kunst. Ja. Dat vind ik wel heel triest, maar ja, het is niet anders. En dan hebben we moeten leren leven. Nou, dat weet ik niet. We hebben het toch maar even hard opgezegd. En daarmee eindigen we toch met een grote glimlach dit gesprek. Wil ik je hartelijk bedanken voor de tijd, de inzet en het mooie boek wat ik cadeau heb gekregen. En heel graag veel plezier wensen met en de expositie in de Vink die eraan komt. Dank waar je gaat exposeren. En we kunnen zien in de kunstatelierroute. En ik ga nog even voorlezen een kaart die u van uw dochter heeft gekregen. Hè? Ja. Toen u zei van, ik ga exposeren. En die is illustrator trouwens. En die is illustrator. En voor me heb ik dan een kaart gekregen waar een schilder staat. Ik moet een beetje aan de lijnen van Toon Hermans denken. Weet je wel, zo'n simpele lijn. En daar staat, fuck off, I'm a painter. Don't tell me what to paint. I will paint flowers if I want. I will paint dead bodies if I want. And if you can all fuck off. Zoiets. Ze kent haar vader. Ja. Hartstikke mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Oké, graag gedaan.